Johannes de Doper. Dit is Jezus. Hallo. Hij is de Zoon van God en de Redder van de wereld. Jezus groeide op als kleine jongen in het plaatsje Nazareth. Zijn vader en moeder waren Jozef en Maria. En daarnaast had hij ook nog broertjes en zusjes. Hoi Johannes. Hoi Jezus. Dit is Johannes. Johannes was een neef van Jezus. Van hem horen we later in dit verhaal. Jezus leerde veel over zijn hemelse vader door goed te luisteren en in de heilige boeken te lezen. Totdat hij oud genoeg was om iedereen over het koninkrijk van God te vertellen. Dit is Johannes de Doper, de neef van Jezus. Hij leefde in de woestijn en doopte mensen die weer bij God wilden horen. Mensen, luister! Gods koninkrijk is nu heel dichtbij. Zondig niet meer. En laat je dopen. Kom! Johannes doopte iedereen die een nieuw leven met God wilde beginnen, door ze even onder water te dompelen in de rivier de Jordaan. Joehoe! Op een dag kwam Jezus ook bij de Jordaan om gedoopt te worden. Wacht even, dit kan niet. U zou mij moeten dopen. Doe nou maar. Dit is nu precies wat God wil. Nou oké. En zo doopte Johannes Jezus in de Jordaan. En meteen daarop zag Johannes de hemel opengaan en de Heilige Geest als een witte duif op Jezus neerdalen. Een stem uit de hemel klonk. Dit is mijn geliefde zoon. Hij verheugt mijn hart. En Johannes wist dat Jezus degene was waar iedereen zo lang op had gewacht. Jezus was naar de wereld gekomen om de mensen te redden van al hun zonden.